Marien Strommel, man van het eerste uur van dit, ja, wat is het eigenlijk? Het is geen wijkcentrum, het is een Noordhuis. Ja. Het is eigenlijk een inloop- en ontmoetingsruimte. En, ja, je kunt het een klein buurthuis noemen. Het is een aanvulling op het wijkcentrum. Omdat daar de mogelijkheid niet is om gewoon even binnen te komen of koffie te drinken. Het is allemaal georganiseerd. En dit is inloop. Mensen kunnen koffie drinken, er worden activiteiten georganiseerd. Kleinschalig. Het is ook een bewonersinitiatief, hè? Dus het is door de bewoners en voor de bewoners. En dat, we hebben wel een startsubsidie gekregen van instellingen, sponsoren, gemeente, provincie. Maar na 3 jaar moeten we helemaal zelfstandig kunnen draaien. En we hebben een verdienmodel, we hebben een aantal ruimtes die we gaan verhuren per dagdeel. En iedereen die kan daar gebruik van maken. We willen ook kinderfeestjes organiseren, familiefeesten. Ja, en van alles. We willen een repaircafé organiseren. Ja. Hoe kwam u op het idee 3 jaar geleden? Nou, omdat in deze wijk, de grootste wijk van Almelo, helemaal niets is. Er is geen restaurant, er is geen café, cafetaria, meer is er niet. Maar wel een wijkcentrum. Ja, maar er staat geïsoleerd en niet vlakbij het winkelcentrum. Destijds was ik voorzitter van het wijkcentrum, toen er nog een noodwijkcentrum was. Dus de gemeente wilde een wijkcentrum bouwen. We hebben gezegd, van, doe dat dan hier bij het winkelcentrum, want hier heb je een loop van mensen. Nee, dat moest centraal in de wijk. En dat functioneert dus niet. Nee. En dit wel, maar dat is nog afwachten. Nou, we hebben alle vertrouwen. Als mensen eenmaal binnen zijn geweest, dan komen ze wel terug. Het ziet er heel huiselijk uit. Ja. Moderne kleuren. Nou, het is een leuk zitje, heb ik wel gezien. En activiteiten die we gaan organiseren voor jong en oud. Heel veel succes ermee. Ja, dankjewel.